naam is Lotje Zuur. Ik ben hoofdhalschirurg in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daarnaast doe ik medisch wetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste doel van mijn onderzoek is het formuleren van betere behandelingen tegen hoofdhalskanker. Een deel van de patiënten met hoofdhalskanker heeft namelijk een slechte prognose, ondanks de intensieve behandelingen die we nu voorhanden hebben, zoals chirurgie en bestraling. Ook kan het zijn dat de behandelingen ernstige bijwerkingen hebben, waardoor de kwaliteit van het leven na afloop van de behandeling veel minder goed is dan voorheen. Het is dus belangrijk om nieuwe behandelingen te ontdekken tegen hoofdhalskanker, om ook deze groep van patiënten een betere prognose te geven, dus een betere kans op genezing, maar met behoud van kwaliteit van leven. Ongeveer 6 jaar geleden ben ik samen met Jacques Neefjes en met Huib Ova, beide wetenschappers binnen de chemische immunologie, en samen met mijn collega hoofdhalschirurg Michiel van der Brekel een onderzoek gestart op zoek naar betere medicijnen tegen hoofdhalskanker. Meer specifiek hebben we gezocht naar een stof die het kankerdodende effect van bestraling zou versterken, zonder dat dit extra bijwerkingen, ongewenste bijwerkingen zou opleveren voor de patiënt. We hebben de afgelopen jaren reeksen van experimenten gedaan en vanuit honderden verschillende stoffen inderdaad 1 stof weten te identificeren die het kankerdodende effect van bestraling inderdaad significant versterkt als we die bestraling loslaten op hoofd-halskankercellen, mits we deze stof gelijktijdig toedienen met die bestraling. Ook is het zo dat deze stof op goedaardige cellen in het laboratorium en zonder bestraling eigenlijk geen schade toedient aan cellen. Vooral dat laatste is ook van belang, want je wilt niet alleen een stof hebben die het kankerdodende effect van bestraling verhoogt, maar je wilt ook eigenlijk alleen die stof verder ontwikkelen later in de kliniek of op weg naar de kliniek die de gezonde weefsels en de gezonde organen van de patiënten ongemoeid laat. Op dit moment zijn we nog heel druk in het laboratorium met verschillende reeksen van experimenten om onze resultaten opnieuw te toetsen. Als het zo is dat onze resultaten zo gunstig blijven in de toekomst als ze nu zijn, dan beogen wij binnen 5 tot 10 jaar ongeveer deze nieuwe stof of dit potentiële nieuwe medicijn verder te brengen richting de kliniek. Onderzoek kost tijd, onderzoek kost ook veel geld en we zijn dan ook de Rieke Stichting heel erg dankbaar voor hun fantastische bijdrage.